stad Antequera kent een lange geschiedenis met veel culturele monumenten. En we beginnen ons bezoek in het bovendeel waar zich een groot mooi fort bevindt dat dateert uit de 15e eeuw. Via de Puerta de Málaga betreden we het complex en staan dan oog in oog met de Santa Maria la Maggiore. Het is een kerk uit de 16e eeuw en een nationaal monument. Binnen krijg je even het gevoel van de grote kathedraal in Sevilla, maar dan kleiner. Bijzonder mooi is het zeker. Van Antequera wordt gedomineerd door een kalkstenen rots van 800 meter hoog, de La Peña de los Enamorados, berg van de twee geliefden. Dan lopen we rond het grote Moorse fort dat werkelijk aan alle kanten is afgesloten van de buitenwereld. Het wordt tijd om de benedenstad te bekijken. De steile en smalle straatjes brengen ons naar het deel van de stad waar zich veel kerken en kloosters bevinden. We zien onder andere de 16e eeuwse San Sebastian met een toren en een gevel die niet bij elkaar lijken te passen. Dan zijn we aangekomen bij de grote arena van Antequera. Deze laten we voor wat hij is om na een lunch met typisch Spaans brood, genaamd moletas, richting het natuurgebied van El Torcal te rijden. Het natuurgebied van El Torcal ligt zo'n 12 kilometer ten zuiden van Antequera. En we rijden door een ruig en dwaas rotsgebied waarbij het lijkt alsof de stenen er zomaar zijn neergesmeten. Het gebied is in de ijstijd ontstaan door erosie met als basis schelp en zeedieren. We zien een labyrint van gaatjes, gangetjes en natuurlijke bruggetjes en verdwalen lijkt ons hier geen prettige optie. Het hoogste punt ligt op 1300 meter. Aan het einde van de weg lopen we vanaf de parkeerplaats nog een korte wandelroute met inspirerende informatieborden. Het pad brengt ons uiteindelijk naar een uitzichtpunt met magnifiek zicht op de omgeving.